Zo. Hallo allemaal. Nou, zoals jullie zien ligt hier dus de kaart die we aanstaande woensdag zouden gaan maken. Omdat mijn vorige live-uitzending slecht beeld had, wat ik niet begrijp, maar goed, ik heb er ook niet zoveel verstand van. Toen dacht ik van nou, ik ga gewoon nog maar weer een filmpje maken. En dat ga ik normaal op mijn kanaal zetten. En ik zal het delen op mijn groep. En aangeven dat jullie dus, als je de pakketjes gehaald hebt, kunnen maken thuis. Aan de hand van mijn uitleg. Het is een makkelijke kaart. Hij is niet, ja, het is niet, echt niet ingewikkeld. En het is eigenlijk een beetje de derde kaart van de set Active Life van Yvonne Creations. En Joke en ik hebben een beetje zitten brainstormen. We vonden dat dus wel apart, die gymzaal. Maar je kunt er niet zo gek veel kanten mee uit. Want je hebt natuurlijk maar een paar velletjes. En soms heb je twee van die achtergrondvelletjes nodig. Maar in dit geval is er maar eentje nodig. En het zit allemaal al voorgesneden in het pakket. En de kaart heb ik dus nu gemaakt met deze mal. Dat zijn wat oudere labelmallen van Crealise. Deze zijn helaas niet meer in productie. Er is een andere, die lijkt er een beetje op. Maar je kunt namelijk ook, als je die mal niet hebt, zeggen van nou, ik maak hem gewoon recht. Dus ik denk, ik zal de maten doorgeven voor iedereen die meekijkt met het filmpje. Dan zou je dus moeten snijden een stuk karton van 16 centimeter hoog. Dan neem ik de buitenmaat van het bruine karton. Ik heb de kleur koffiebruin van Find It van Cardeco genomen. En hij is dus breed 8,5 centimeter. Dus je hebt een kaart nodig van 8,5 bij 16. En dan kun je eventueel zelf hier een sierrand aanmaken, tekenen. Of je maakt bijvoorbeeld de hoeken, die rond je af met een hoekpons. En er is tegenwoordig ook zo'n ticketpons, dat je de hoeken eruit haalt. Is misschien ook een leuk idee. Dan heb je dus een tweede stukje nodig. En dat is, die is breed 6,5 centimeter. En die is dus hoog 13,5 centimeter. De stansen zelf zijn hoger. En de breedte niet, maar wel de lengte. Even kijken welke heb ik gebruikt. Ik heb deze gebruikt voor de binnenmaat, maar je ziet, er steekt een stukje uit, want het papier is niet langer. Het papier is namelijk maar 15,2 bij 15,2, dus ik heb het onderste stukje gewoon weggelaten. En de kaart heb ik dus ook op maat wat kleiner gemaakt. En dan is deze, even kijken, deze is voor de buitenmaat. En daar hebben we dus, omdat je hier die stiklijntjes hebt, en die heb je daar niet, heb ik dat dus eraf gehaald. Dan is in ieder geval de onderkant gelijk. En dat is dus de samenstelling van het model. Nou, die gaan we even terug in het zakje. He, zoals gezegd, je kunt ook een andere labelmal van Crealise nemen. Of misschien kun je hem maken met een tekenmal van Dutch Doobadoo. Dat weet ik niet, want die heb ik zelf niet. Ik vind ze dus niet altijd makkelijk te gebruiken. Wel de simpele modellen, maar als het een beetje ingewikkeld is, dan vind ik, dan moet je heel mooi kunnen knippen. En dat willen de dames die bij mij de workshop doen, die willen dat eigenlijk niet. Want sommigen hebben daar een probleem mee. Die kunnen gewoon niet goed uit de voeten met hun handen. En dus maken we altijd modelletjes die je door de stansmachine kunt halen. En dat is bij deze ook het geval. Nou goed, verder zitten dus, zoals je ziet, heb ik hier dus het grote stuk. En we hebben hier het andere. Maar dat moet dus aan elkaar verbonden worden. Nou, wat hebben we gedaan? Omdat er dus niet altijd genoeg papier voorhanden is, heb ik van een ander soort, maar de kleur die past er goed bij, hebben we dus twee kleine stukjes op maat gesneden. In het wit en in een bijpassende kleur lichtblauw streepje design.
En die twee stukjes, die zijn dus, dat zal ik even doorgeven. Je snijdt dus twee stukjes van 3 centimeter zo. En bijna 1 punt. Even kijken. Sorry, ik heb net mijn koffie op. Hoor je het? 1.567. 1.7. Nou, ik heb dus, zoals jullie weten, heb ik ook zo'n liniaaltje. Dat is van Le Su. Er zit hier een extra... Wacht even, ik zal even kijken of je het kan zien. Hier zit een extra lijntje. En dat is net als het liniaaltje van Marianne Design. Dat liniaaltje zit op ongeveer 2,5 mm afstand van de snijkant. En wanneer je dus iets wilt snijden, dan leg ik... Ik zal even het papier erbij pakken. Dan leg ik eigenlijk zo de rand van wat ik dus al gesneden heb. Dat leg ik gelijk met het lijntje. Ik snij hier langs en dat betekent dat je dan meteen een randje hebt van 2,5 mm. Dat heb ik ook gebruikt hier voor deze witte stukjes. Want het designpapiertje is 1,5 centimeter. Dit stukje is 1,5 centimeter. En dwars is het 3 centimeter. Nou, dan gaan we dus normaal 1,5 centimeter groter. Maar dat werd een beetje, vond ik, een beetje erg ruim. Dus we hebben het gewoon allebei op 3 centimeter gehouden. Zo, en alleen dus het witte randje wat eruit steekt, dat is de helft van dit streepje. Dus ik heb deze. Kijk, ik zal het even laten zien. We hebben dit dus zo neergelegd. Wacht even, ik zal dit er even bij pakken. Het witte papier. Ik leg dus hier het velletje neer. En dan heb ik, om dat juiste randje te krijgen, leg ik dus mijn liniaaltje met dat ene extra randje gelijk met het randje van het designpapier. Dan pak ik even een pennetje. In plaats van snijden ga ik er even langs, zo. Dan haal ik hem weg en dan zie je dus dat er hier een bredere lijn loopt. Nou, wanneer je dat dan gaat opplakken, dan heb je precies de juiste maat. Ja, het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is het niet. En dat heb ik dus met deze twee stukjes gedaan. Je begint dus met het op elkaar plakken van deze twee strookjes. Zo. Dit gaat eventjes aan de kant. Dan heb ik in de beschrijving gezegd, je doet deze twee stukjes en dan plak deze op elkaar. Dat zijn de verbindingstukjes tussen de twee labels. Plak het eerste strookje op 2 centimeter vanaf de onderkant. Dus we hebben hier het label. Ik leg hem hier op mijn mat. Hij moet aan deze kant, want kijk, als ik hem zo neerleg, die kaart. Kijk, ik leg de kaart zo neer, dan zit dat aan deze kant, zie je wel. Dus je legt hem gelijk op je mat. En je hebt, als je dit op elkaar hebt geplakt, dan plak je dit op 2 centimeter vanaf de onderkant. Dat is dus 1-2 ruitjes. Dat zet je hier vast. Dat kan ongeveer de breedte van het tape zijn, van 9 mm bijvoorbeeld. Plak je dit vast. Dat doe je dan ook aan deze kant. Die leg je ook gelijk. Zo. Nou, je doet er ongeveer een millimeter of 3 tussen. Zo ongeveer dit. Dat is een beetje op het oog. En dan ga je het tweede stukje, als je dat op elkaar geplakt hebt, dat is dus dit. Het tweede stukje, dat doe je 2 centimeter hoger. En dat komt er niet op een millimeter aan. Maar je kijkt dus door je mat, 1-2 ruitjes, 2 centimeter hoger, en die plak je hier. Vervolgens ga je met bruine inkt langs de randjes van je designpapier en plak je dat dus hierop. Dat doe je ook aan deze kant. En dat plak je hierop. En dan is dus eigenlijk je kaart klaar. Nou, toen heb ik dus op de computer in Word heb ik een tekstje gemaakt. Want het is, als je zoiets naar iemand toestuurt, is het altijd heel moeilijk om een passende tekst te verzinnen. Je kan altijd nog een
dingetje achterop schrijven. En dat is dus dit. En die heb ik dus uitgestanst met een oud labeltje van Nelly Snelle. Die vond ik wel aardig. En die gaat met foamtape hierop. Nou, de dame en heer die hier gaan sporten, die zitten op het vel. Die knip je uit. En we hebben dus hier het losgeknipt. Dat haal ik er tussenuit. Want we zetten hem hier een beetje voor met foamtape. En we zetten haar aan deze kant iets lager. En zo verdeel je dat een beetje over de kaart. Nou, verder kun je dus de rest uitknippen in 3D opbouwen. En dan is je kaart klaar. Nou, het is een kort filmpje geworden. Maar iedereen die dus nu ook kijkt en ook dat achtergrondpapier en het knipvel al heeft ingekocht, die kan dan, als hij het leuk vindt, deze kaart ook maken. Nou, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Het is vandaag zondag. En het is nu nog even betrekkelijk rustig. Ik pak dit weer even in. Want in geval ik pakketjes overhoud, zet ik dat donderdag of vrijdag in de webshop bij kaartpakketjes. En dan zijn ze eventueel te bestellen tegen de gewone prijs van €3,50 plus verzendkosten. Nou, dit is het hele pakket. Zo ziet het eruit, met een kopietje. Ik ga ze dus opbergen. Ik ga de namen erop schrijven van de dames die ze allemaal komen halen. En dan zie ik wel wat ik overhoud. Nou, je kan hem dus zo neerzetten. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dus dat het beeld nu... ik schuif een beetje op. Dat het beeld nu beter is. Ik ga hem uploaden op mijn Facebook kanaal zetten. En op mijn YouTube, op Facebook site zetten. En op mijn YouTube kanaal. Dan hoor ik het wel. Ziet de reacties wel. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En tot de volgende kaart.